Ik heb 20 YouTubers opgesloten in een villa. En degene die de villa als laatst verlaat wint €500. Voor de eerste challenge heb ik 19 YouTube logo's gestopt door het hele huis. Dus degene die er geen vindt is nu al af. Begin maar met zoeken. YouTube logo's. Go, 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 go. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, de eerste mensen hebben hem al. Ja, yes. We gaan dus verschillende challenges doen waar elke ronde YouTubers afvallen. En deze keer worden de challenges echt veel zieker. Oh. Hoi, hoi, hoi. Je kan echt niet als eerste verliezen, dat ben je echt een loser. En wij kunnen vanaf hier de hele villa in de gaten houden. Lies en Danique, ga eens terug naar de bank. Oké, sorry. En Tim niet, hè? Tim niet. Let's go. Ah. Jongens, wie wil er heen? €5. Vijf. Hier, hier, alsjeblieft. Alex, kom hier. Alex mag hem hebben. En meer koers met jou. Ah. Hein is er ook nog steeds in aan het zoeken. Nee! Wat doet Hein hier trouwens? Hoeveel zijn er nog? Jeremy heet er een. Jeremy. Zoek nou eens door, je wilt er niet nu al afvallen, gast. Ik doe mijn best. Ja! Ja! Sorry bro, sorry. Hebben jullie al onder de stoelen gekeken? Ja. Deze zijn al verkeerd. Wat gebeurt hier? Hein heeft hem! Hein heeft hem! Hij heeft hem gestolen! Frank of Harre valt nou gewoon al de eerste ronde af. Hij ligt sowieso tussen die tuinslagen. Hallo! Nee, niks zeggen, niks zeggen, niks zeggen. Nou ziet hij hem, nou ziet hij hem. Yes! Harre heeft hem! Harre heeft hem! Lekker Harre! Frank, hoe kan dat nou? Oh, dit is zuur, ouwe. Je mag de villa verlaten. Ik ga maar terug naar Friesland, denk ik. Oh, als eerste af. Frank, bedankt. Frank. Iedereen die een YouTube-logo heeft, jullie hebben verloren. Dit was de video. Maar dat is altijd kutten bij dit soort spelletjes, dat het altijd omgedraaid wordt. En dat betekent dat jullie 19 door zijn naar de volgende ronde. Nee. En Frank is de enige afvaller. Waar is Frank? Jullie hebben allemaal een flesje gekregen en de eerste 15 die een bottleflip doet op de kop, gaan door. Op de kop? Dat kan geen eens, man. Ik snap het, nog een keer. Gewoon een bottleflip op de dop. Dat heb je nog nooit gedaan. Ja, dat is jouw probleem. Succes! Oké, we zijn allemaal begonnen. Dus er vallen nou gewoon alweer 4 mensen af. Yo, dit kan dan niet. Nope. Nope. Oh, bijna. Kijk, een normale bottleflip is wel te doen, maar op de kop zou me oprecht niet lukken. Mij is dat denk ik ook nog nooit gelukt. Thomas gaat door. Hoe kunnen mensen het zo snel hebben? Oh ja, ja. Oh, ja. Ze zijn echt een hele smerige tactiek aan het bedenken. Maar andere mensen hebben het gezien, dus die gaan dat nu ook doen. Tegen de muur, ja. Ja! Oh. Echt ziek dat we gewoon zoveel grote YouTubers in een villa hebben kunnen krijgen. Bij elkaar hebben ze allemaal oprecht 6 miljoen abonnees. En dan heb je ook nog Hein. Maar Hein wint toch niet. Maar ja. Ja, ja. Ja! Woe! Ja! Ja! Hey. Maar wat is de tactiek hierbij? Ja! Let's go, baby! Hup, weg, weg, hup. Roy heeft hem! Nope! Nee! Bijna! Oh, nog één iemand! Er kan nog één iemand door! Ja! Oh, ja, Joost heeft hem! Jeremy, Alex, Hein en Daryl. Jullie hebben het gewoon niet gehaald! Ja, wrijf het er lekker in. Jullie mogen de villa verlaten. Shit, laat man. Dankjewel! Hey, en dan is Hein er gewoon nu al uit, hè? Hou op! Ik had ook niet beter van Hein verwacht, hè? Je zou leuk doen. Doei Hein! Doei Hein! Doei Hein! We hebben een even aantal nodig voor de volgende challenge, dus er moet iemand terug. Ik wil graag binnen 5 minuten een antwoord horen wie jullie willen dat terugkomt. Als je Timo wegstuurt, heb je ook een even aantal. Ja! Ik hoop zelf echt dat Frank terug mag, want hij was na 2 minuten eruit. Ik zou ook zeggen Frank. Maar dan doen we Frank terug, maar dan negeren we hem wel allemaal. Hebben jullie al een antwoord? Ja! Ja. Frank! 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 Niet tegen hem praten, hè? Nee, gewoon niks zeggen. Ja! We zijn er! Ja, Frank! Oh. Ja, bedankt. Lies, je doet niet mee met ons plan nu. Heet je Alex? Alex moest komen. Wie ben jij dan? Ja, wie ben jij? Jij bent toch niet Frank? Ik ben Frank. Je zit op de fuck als zo. Dat is de verkeerde Frank. Nou, weet je, even applaus voor Frank. Ja. Hey, dank je. Hey. YouTubers, voor de volgende challenge mogen jullie 4 teams van 4 personen maken. Teampie, toch? We staan hier al zo mooi te praten. Ja. Het leuke is dat ze nu gewoon teams moeten maken zonder dat ze ook maar enig idee hebben waarvoor. 3, nog eentje. Ik mis nog 3 mensen. Ja. Zijn jullie een beetje tevreden met de teams? Nee! Nee, zeker! Mag ik Timo inruilen? Dan mogen jullie naar buiten lopen. Let's go! En jullie moeten gaan touwtje trekken. Dus jullie mogen nou in vak 1, 2, 3 of 4 gaan staan. Dan mogen nu als eerst team 1 en 2 tegen elkaar en daarna team 3 en 4. En van de 2 verliezende teams gaat er 1 naar huis. Kom! Ze hebben deze teams ook gewoon gemaakt zonder dat ze wisten wat ze moesten gaan doen. Daar hebben ze nu wel spijt van, denk ik. Kijk, het blok achterin. Achter mijn middel. Als je voet over de rode lijn is, ben je af. Frank naar achter. Frank naar achter. Team paars tegen team geel. 3, 2, 1, start! Kom op, trekken, trekken, trekken! Ja, hij glijdt uit, het glijdt uit. Kom op, kom op. Oh, het gaat best gelijk op. Ja, oh nee, het glijdt uit. Nee! Oh nee! Die baas is door naar de volgende ronde. Hé, maar jullie hebben nog kansen tegen de afvallen persoon. De volgende teams mogen tegenover elkaar gaan staan. Kom op, boys! Hey! Dit wordt oprecht heel spannend. Boas moet achter. Boas heeft het meeste gewicht. Noem me nou dik. Jongens, ik heb €1 als jullie gewoon laten gaan. Oké, deal. Tuurlijk niet! 3, 2, 1. Ja! Kom op, kom op! Ja! Oh nee. Oh, dit gaat heel snel! Ja, 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 ja! Echt dik gewonnen! Lekker, boys! En nu is de laatste ronde. De twee verliezende teams moeten tegen elkaar. Oh, tuurlijk, ja. Dus dat betekent dat team geel of team oranje er gewoon uitgaat. Wat ga jij ermee doen? Afleiding voor de dames. Timo, hier wordt echt niemand vrolijk van. Het is afleiding voor de dames. Dames, kijk. Want Timo, het gaat om jou, hè? Kom op! Auw! 3, 2, 1, start! Oh, Geel! Nee! Ja, ja! Oh nee! Let's go! Ik heb Geel even verloren. Geel, als ze vallen ook allemaal op de grond. Lekker! Lekker! Dus dat betekent dat Kortom, Seran, Lies en Danique de villa mogen verlaten. Oh. Lies, bedankt! Lies, bedankt! Lies, dat is een ander platform. Weer 4 mensen afgevallen. Zo gaat het wel heel snel, hè? Dit is persoonlijk mijn favoriete challenge. Oh, hij is wel enthousiast. Jullie moeten zo meteen apart van elkaar gaan stemmen. En degene met de meeste stemmen ligt eruit. Nee joh, dat is echt kut. Ik wil niemand persoonlijk aanvallen. Maar voordat jullie dat gaan doen, moeten jullie 1 voor 1 iets leuks gaan doen om de rest te overtuigen om jou niet eruit te gaan stemmen. Oei. En jullie krijgen 5 minuten om iets leuks voor te bereiden. Succes! We zijn toch allemaal YouTubers, we kunnen toch helemaal niks? Laat staan dat je iets leuks kan. Hey, als we gewoon met z'n allen op dezelfde stemmen. Ja, maar dan maakt het opgehaald, toch? Ik denk nou gewoon oprecht dat ze gewoon afspraken gaan maken met elkaar om niet op iemand te stemmen of juist wel. Je gaat gewoon met je vrienden sowieso even overleggen, hé, wij gaan niet op elkaar stemmen, hè? Nou, de eerste mag beginnen. De 5 minuten zijn om. Oh, Roy gaat als eerst. Zo, 3 doen we allemaal hetzelfde. 1, 2, 3. Kijk, ik kan natuurlijk helemaal niks. Ik bedoel, ik ben hier naartoe gevraagd speciaal om een beetje... Ja, we gaan niet op hem stemmen. Ik wil allemaal even jullie ogen dicht willen doen. Ik tel zo meteen tot 3. En als ik klaar ben met het tellen, dan stemmen jullie niet op mij. 3, 2, 1. Harm. Ik ben niet hier. Nee. Oh, hij hypnotiseert hem gewoon, hè? Ja, 3, 2, 1, let's go! Hey. Wow. Ten eerste, ik heb hier de minste abonnees. Jullie hebben geen flauw idee wie ik ben, hè? Nee. Ik ben Erik. Ik kan heel goed beatboxen. Nee joh! Dat kan ik niet. Ik kan ook een goocheltruc. En op 3 stemt iedereen op Harm. 1, 2, 3. Goed zo. En dan ook Boas. Oké, Timo aan de beurt. Oh, nee. Ik heb niet heel veel talenten, maar er is één ding wel wat ik niet kan. Want ik ben zwaar allergisch voor appels, dus ik ga nu deze appel... Nee! Doe het niet! Ik wil het niet doen, maar dan moet hij ook niet op mij stemmen. Ja, oké. Ja? Oké, dan eet ik de appel niet. Oh, dat vond ik zo eng. YouTube zijn echt gek. Nou jongens, ik vond het ongelooflijk slecht. Hey. Waar is die voor jou dan? Kom naar beneden dan. En de eerste persoon mag gaan stemmen. Ze moeten nou dus gewoon een mede-YouTuber eruit gaan stemmen, terwijl die gewoon een kamer naast hun zitten. Dat is echt heel erg. Alright, eerst is Mick. Ze doen het toch gewoon zonder enige twijfel, hè? Ze stemmen gewoon. Ze hebben er helemaal geen moeite mee. Als je €500 kan winnen, dan doe je dit soort dingen gewoon. Maar je kan achteraf de video checken wie heeft genaaid. Ja, dan kom je opzoeken, hè, als jij op mij hebt gestemd. Tim aan de beurt. Weet je dat hij gaat zeggen dat het niks persoonlijks was? Timo, dat is niks persoonlijks. Dat klopt. Ga je. Maar hij stemt op Timo. Wat is dit? Ik dacht dat zij vrienden waren, hè? Dat dacht ik ook. Ik stem op Hanne. Dat is niks persoonlijks, maar ik zie je als concurrentie, dus ik moet je uitschakelen. Iedereen heeft gestemd. Floris, breng de stemmen maar hierheen. Ben benieuwd. Ik heb de eerste stem. Harm. Let's go. Let's go. Ik heb de tweede stem. Lars. Mees. Mees. Nou. Hé, wie heeft dat gedaan, ouwe? Timo. Ai. Lars. Zo. Harm. Ai. Kijk, Harm, we staan wel gelijk nu, hè? 2-2. Harm, nog even Harm. Harm, weer voor Harm. Nog even Harm. Ik heb er lang over nagedacht, maar ja, ik ga er toch uit. En de laatste, ook Harm. Ja. Zo, dit is fijn. Dit is fijn. We hebben uitgespeeld. Nou jongens, bedankt. Ja, maar Harm, goed gedaan. Hey. Ze hebben hem gewoon koelbloedig uitgestemd. Ik mis Harm wel een beetje. Ga maar hier hoor, dan ga ik wel hier. Zo, wat netjes voor oudere mensen plaats afstaan. Ja, ja, tuurlijk. Floris, geef nou een bom aan een van jullie. En gaat diegene vragen stellen. Als je die vraag goed hebt, mag je de bom aan iemand anders geven. Maar als die afgaat als je hem in je hand hebt, lig je eruit. Spannend! Ze moeten nou gewoon zo snel mogelijk de vragen beantwoorden, want ze weten niet wanneer de bom afgaat. Hoeveel abonnees heb jij? 245. Geef hem aan iemand anders. Oh, hij heeft het goed. Hij geeft hem aan Mick. Oké. Wie heeft de meeste abonnees van wie je vandaag allemaal was? Harm. Harm, dat klopt. Dankjewel. Wie heeft de minste abonnees van wie je vandaag was? Ja. Fout, het was Hein. Wie de fuck is Hein? Hoe noem je het proces dat een plant zonlicht en koolstofdioxide omzet in zuurstof en glucose? Ja, fotosynthese. Dat klopt. Ja, volgende. Ja, 100. Niet. Oh. Hoe laat is het? 16:10. Dat klopt. Hoe lang doet Kriekel op YouTube? 2 jaar. Dat is goed, dat is gewoon goed. Oké, Frank heeft het nou. Hoe heet de eerste president van de Verenigde Staten? Barack Obama. Nee. Wat zegt Kriekel altijd aan het eind van de video? Joep. Nee. Welke YouTuber in deze kamer maakt de meest sportieve video's? Ja, jijzelf. Oh, ik dacht dat ik dat was. Oh. Hoeveel YouTubers doen er mee aan deze video? 20. Fout, 19. Hein is geen YouTuber. Ja! Wie is de grootste Nederlandstalige YouTuber? Enzo Knol. Dat klopt. Wie heeft de meeste volgers op TikTok uit deze kamer? Jezus, ik zou het echt niet weten. Ik zeg even Boas. Pas. Fout, dat is Jeremy. Hoe heet ik? God, dat weet je. Pas. Wat is de eerste YouTube video ooit? Hoe moet ik dat weten? Laat de bom nu af, want hij weet niks. Hij is af! Hij is afgegaan met Tim! Ja, jij bent helaas af. Precisie onder druk, jongens. Maar, dat is niet het enige. Ho, ho, ho. Maar, ik hoor een maar. Jij moet namelijk 2 mensen uitkiezen die met jou meegaan. Oh, dat is lullig, hè? Ai, 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 ai. Mensen gaan jou echt haten, hè? Ik zou echt oprecht niet weten wat ik moet doen. Hij beslist nou gewoon wie er geld wint en wie niet. Als je een keuze gemaakt hebt, mag je het zeggen. Nee, heb ik niet. Ja, maak die dan. Wijs gewoon 2 mensen aan. Wie heeft jou de bom gegeven? Nee, dat moet je niet vragen. Dat moet je niet vragen. Ja, ik ga dan wel mijn buurman meenemen. Ja, nee, Erik! Ik neem Frank mee, want die was het. Hij heeft nou gewoon in hun gezicht moeten zeggen dat zij af zijn. Wat zullen we met hem doen, Frank? Tim, Frank en Erik liggen er gewoon uit. Nou, Tim mag niet meer op de pizza party komen. Dat is duidelijk. Dus dan zijn jullie nog de enigen die over zijn. Hey! Voor deze challenge hebben we allemaal enveloppen in de kamer neergelegd. En jullie gaan zo meteen sumo worstelen. Nee. Je tegenstander wordt bepaald door hetgeen dat in de envelop zit. Dus kies er allemaal eentje uit. Als ze dus hetzelfde getal hebben, moeten ze tegen elkaar gaan sumo worstelen. En degene die verliest, ligt er gewoon uit. Oh, ik mag tegen Roy. Hey! Jessen tegen Joost. Nou Lars, dat wordt wij tegen elkaar. Game 2. De eerste wedstrijd, Roy tegen Boas. Kijk jullie tegenstander nog allemaal goed in de ogen aan. Want één van jullie gaat gewoon naar huis. De eerste die van de mat afvalt, is af. 3, 2... Go! We beginnen meteen! Roy gaat gewoon liggen. Raak het toch niet pakken, dat is zo'n broekie, Roy! Dat is Boas, hè? Oh, ja, hij is af! Nee, Roy ligt eruit! Mees en Lars moeten nou tegen elkaar en die kennen elkaar echt heel goed. Gewoon 2 hele goede vrienden moeten nou tegen elkaar vechten. Geen die schouderklop. Ja. Kom op, Mees. Tijd voor wedstrijd 2. Kunnen, let's go! Lars tegen Mees. Go! Oh, daar gaat ze! Oh, het gaat te hard aan toe. Lars ligt hier niet in een goede positie. Oh! Ja! Lars is af! Hoe kan dit? Ja, man! Timo tegen Mick. Wie denk jij dat wint? Ik denk dat Mick gaat winnen. Ik denk dat Timo gaat winnen. Als Timo zijn broek uittrekt, wint hij wel. Hij zit daar naakt in, hè? Ik zit niet naakt! Ik wel! 3, 2, 1, go! Oh, Timo, ik kan dit! Let's go! Timo is af! Timo ligt eruit! Jammer, man. Oh. De laatste wedstrijd. Jessin tegen Joost. Joost is zeg maar super lang en Jessin niet. Liggen is de sjaak zijn, hè? Dan weet je dat. Als je alvast gaat liggen. 3, 2, 1, go! Oh no! Oh, Jezus! Nee! Jesse is meteen af! Easy! Ik wil niet eens niemand meer aankijken. We begonnen vandaag gewoon met 20 YouTubers en nu zijn er nog maar 4 over. Jongens, de challenge die we nu gaan doen wordt oprecht echt heel ziek. Dit verwachten ze echt nooit. Hij komt een keer naar beneden. Hallo? Zat je gewoon boven? Ik zat er gewoon boven. Al die tijd! Ik ga eventjes een Insta-story maken. Wacht. Nee, doe dat niet geinig. Het is zonder geinig. Kijkers, ik heb even jullie hulp nodig. Jullie mogen in de volgende story gaan stemmen wie jij zou gunnen om te winnen. Ja, maar hij doet geinig. Als de kijkers stemmen, dan kiezen ze allemaal voor boven. Ja, ik moet dat strategisch goed doen. Ik heb net een story gepost. Oké. En de 2 mensen die na 20 minuten de minste stemmen hebben, liggen eruit. Jullie krijgen wel je telefoon terug om ervoor te gaan zorgen dat zoveel mogelijk mensen op jou stemmen. Succes! Hey, de kinderen voor het huis. Open even je Instagram en stem even op mij. Boom, 10 mensen geïnfluenced. Nu mogen kijkers gewoon gaan bepalen welke tweede doorgaan naar de finale en welke niet. Mensen, 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 ik heb jullie hulp nodig. Stem eventjes op mij, op de story van Kriekel. Dan ga ik door. En we gaan nog steeds voor elke abonnee die we erbij krijgen 1 cent doneren aan het goede doel. Dus abonneren. Abonneer nou. Abonneren. Als je nu even op mij stemt, zodat ik tweede kan worden en niet vierde, dat zou mooi zijn. Uitslover, uitslover. Volgens, ik vind dat ze wel genoeg stories hebben gemaakt. Pak de telefoon maar weer af. De 20 minuten zitten erop. En Boas? Ja? Jij zit in de finale. Hey! Verrassing. Nou jongens, wij met z'n drieën. Zal ik al gewoon gaan? En de laatste finalist is... Mees! Gefeliciteerd, Mees! Gefeliciteerd, Mees! Jongens, goed gespeeld. Jullie mogen de villa verlaten. Hey! Later, boys. Ja, jullie staan in de finale. Oh. Zijn jullie klaar voor de laatste challenge? Ja! Jullie gaan Jenga spelen. Oh ja, dit is leuk. Oh nee. Jullie moeten ons de beurt een blokje uit de toren halen en dan bovenop leggen. Als hij bij jou omvalt, heb je verloren. Succes, Pik. Dit is echt zo'n spannend spel, want als de toren omvalt is het klaar en wint iemand 500 euro. Dit is sketch, ouwe. Oké, Boas staat er maar uit. Oh god. Bro, je tikt er wel hard, hè? Oh, maat. Als je die pakt, dan ben ik de Sjaak. Gaat het lukken? Oh, nee. Wow, hij staat echt op 1 blokje. Let's go, kom op Boas. Doe het, doe het. Dit is echt onmogelijk voor Boas, toch? Oh, het is gelukt. Het lukt hem. Hoe lukt hem dit? Het kan zomaar de laatste blok zijn die iemand eruit haalt. Boe. Ah. Oh, hij schrok wel. Hij schrok wel. Oh, die zit echt vast daar, op 1 puntje. Oh, Boas, Boas. Hoe? Ah! Mees weet het echt niet meer. Zo, jij trilt gewoon, maat. Oh. Kan niet dat hij deze nou heel uithaalt, want het is echt niet mogelijk. Oh. Hoe? Hoe? Dit was echt niet normaal. Deze trilde zo erg. Oh, ik heb zulke zieke zweethanden, gek. Vallen, 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 vallen. Hij gaat, hij gaat. Oh, hij gaat niet. Hij gaat niet. Hoe ging die niet? Ik voelde hem echt zo gaan. Kijk hoe dit ding staat. Het is 1 windvlaag en hij valt. Ja, maar wat ga je nou doen? Pas, pas. Gewoon niet naar de bovenkant kijken. Niet eens valt het ook niet. Ja, ja, het is klaar! Het is klaar! Mees, hij is Mees! 500 euro gewonnen! Heel erg bedankt! Yes! Like, abonneer, tot volgende keer! Houdoe! Hoi! Houdoe!